Good morning allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag zijn we niet in Nederland, maar zijn we in Parijs. Wij gaan nu met de auto onderweg Parijs Centrum. We blijven hier ongeveer 3 dagen en we gaan voor jullie allemaal vloggen. Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren en veel kijkplezier. En we zijn in Parijs. Yes. We moesten best wel lang rijden, maar we staan nu echt op eerst gewoon in het centrum van Parijs. Super chill. Het is hier een hele lange route achter mij en aan die kant. En zo meteen gaan we richting de Arc de Triomphe lopen, waar ze ook nog hele grote winkelstraat hebben en andere leuke winkels. Ik ga jullie gewoon vermaken met het sfeerbeeld, dus ja, veel plezier kijken. Ik loop nog in Parijs en we zijn al heel wat winkels door geweest. Het heeft ook lekker geregend, zoals je het aan mijn haren kan zien. Maar het is super leuk. Zie hoe leuk deze winkelstraat zijn verlicht. Nog met allemaal kerstlichtjes, terwijl kerst eigenlijk al voorbij is. Maar ik vind het nog heel erg leuk. We hebben nog niet echt, ja, anderen hebben wel heel veel geshopt. Ik heb eigenlijk nog niet veel geshopt. Maar we gaan nu nog even wat verder doorlopen, wat winkeltjes zoeken. Het is al 5 uur, dus het wordt al mooi donker. En dan kan je dus ook weer de kerstlichtjes super leuk zien. Ik vind dat zo leuk. Dat geeft zo'n leuke sfeer en zo. Zo'n leuke samenhangende sfeer. Dus ik ga nu even nog kijken naar allemaal leuke winkeltjes. Ik ga nog voor jullie wat leuke sfeerbeelden maken. En hopen dat ik nog wat leuke kleren kan vinden. We zijn nu in het plaatje net buiten Parijs. En we gaan hier even lekker eten. Wij gaan nu naar binnen toe, de rest is al binnen. Maar wij waren wat later, want we zijn met 2 auto's. Dus even kijken waar ze zijn. En dan gaan we lekker eten. Wij zitten inmiddels lekker in een Frans restaurant. En wij zitten met alle kinderen aan 1 tafel. En of was we zitten daar, want het was iets verkeerd gegaan met onze reservering. Dus waren er geen plekken, dus moesten we even wachten. En zitten we nu aan 2 aparte tafels. Maar dat maakt niet uit, want we hebben inmiddels lekker eten. Hallo allemaal! Wij hebben allemaal een bacon met salm en frietjes. En Roos heeft een cheeseburger. Wij gaan even lekker ons eten opeten. En dan gaan we zo meteen naar het huisje toe. En morgen gaan wij iets heel leuks doen. En ik ga het ook allemaal laten zien in de vlog. Ik ga jullie nog niet vertellen waar morgen heen gaan. Ik ga het nog een beetje spannend houden. Je gaat het allemaal zien. Wij gaan lekker eten, dus eet smakelijk. Wij zitten inmiddels lekker op onze kamer. En we hebben net heel erg lekker gegeten. De rest beneden gewoon even wat aan het drinken. En onder een spelletje aan het doen, zoals bierpong volgens mij. Wij hebben net ook een ronde meegedaan. Maar we zijn even wat dingetjes aan het uitzoeken voor morgen. Want we gaan morgen iets super leuks doen. Daar horen jullie verder in de vlog meer over. Wij gaan zo meteen omkleden en dan gaan we lekker slapen. Dus alsvast good night. En we zien jullie morgen weer. Good night. Good morning allemaal. Ik had jullie gisteren verteld dat ik vandaag iets heel erg leuks ga doen. En waarschijnlijk herkent iedereen het al op de achtergrond. Maar hier achter mij zie je het Disney kasteel. Want ik ben vandaag in Disneyland Parijs. Super leuk. We zijn hier net binnengekomen. We hebben net kaarscontrole gehad. Ik ga vandaag in super leuke attracties, super leuke musicals maken. Super leuke foto's en natuurlijk heel veel leuke sfeerbeelden. Heel veel plezier met kijken en ik ga lekker genieten. Disney figuren op de foto gegooid, onder andere Winnie Pooh, Goofy, Minnie Mouse. Super leuk, hele leuke foto's. Kun je allemaal checken op mijn Instagram. Mijn Instagram is Bo Popman nu in beeld. We gaan nu nog even wat leuke attracties bezoeken. Het is ongeveer 3 uur en
We willen denk ik de parade en de avondshow ook nog meemaken vanavond. Dus we gaan hier heel erg lang blijven, maar het is super druk. Wij gaan nog even lekker genieten van de attracties. Yes! Wow, wat ga je kopen? Mickey Mouse-oortjes! Wij zijn net in super leuke achtbanen geweest. En ik heb hier achter mijn telefoon nog 2 fast tickets. Voor de Thunder Mountain, daar gaan we zo meteen in. Want die is van 4:55 tot 4:45. En nog voor de Indian Jones zijn we net ook ingewezen. Hebben we ook fast tickets voor 5:45. Dit is trouwens super chill, dan hoef je niet echt super lang te wachten in de rij. Ook hebben we wat dingetjes gekocht in de Disney shop, dus echt geweldig. Ik ga het jullie denk even laten zien als we thuis zijn of ik probeer het nu gewoon. Ja, ik probeer het nu gewoon. Als jij de tas vasthoudt, even show aan je. Dit is echt geweldig, kijk. We hebben Mickey aan de schoenen, kijk hoe super groot. Ik vind dat zo grappig. En we hebben oortjes! Super leuk! En wij gaan dus nu naar Indian en Jones toe. Of nee, we gaan naar de Big Thunder Mountain. Big Thunder. En daar gaan we Indian daar heel veel zin in, want hij is over het water heen. Super cool! Het is inmiddels wat later en oh my god, zie je het Disney kasteel? Dit is zo mooi! Oh my god, kijk! Het is helemaal verlicht, ik vind dat zo leuk. En overal is alles verlicht, super gezellig. Ik vind vooral Disney kasteel zo mooi, want het is allemaal knipperende lampjes, zo'n leuke sfeer. Ik heb heel veel leuke muziekjes gemaakt, maar oh my god, zie hier de straat. Zie hoe gaaf, oh my god. Dit is zo mooi hè, oh my god. Mijn neus is weer lekker rood zoals je ziet, maar het maakt niet uit. We gaan even lekker warm chocolade koken, drinken, even lekker opwarmen. Dan is het straks een hele leuke parade. Het is nu 7 uur en het was rond 8 uur, dus ik weet het niet precies. Ook is vandaag volgens mij nog een vuurwerkshow, maar dat weet ik niet zeker. We gaan straks een lekker park in het park, super mooi verlicht, maar ik ga even lekker genieten. Het is inmiddels 9:45 en wij lopen nu richting het kasteel. Om 10:00 gaat de vuurwerkshow en de parade beginnen. Dus we zijn super benieuwd, maar het wordt echt heel druk. Wij dachten we gaan een kwartiertje van tevoren even vast daarheen lopen. Daar staan we een beetje vooraan. Maar iedereen gaat gewoon in een straight line gewoon naar het kasteel toe voor de vuurwerkshow en de parade. Ik heb heel veel zin in, alleen ik weet nog niet zo goed waar we gaan staan. We moeten wel een beetje op een mooie plek staan natuurlijk. Ja, zeg maar. Voor de mooie shots natuurlijk. Ik heb echt zin, ik ben zo benieuwd. Ik zie het altijd op Insta-foto's en Insta-foto's. Ja. Oh my god, zo cool. Dus let's go. Ben benieuwd. We zijn echt close. Kijk, daar is het kasteel. Yes. This is your invitation to dream. Thank you.
minuten van. Oh my god, dat was zo mooi. Dat was echt heel mooi. En die achter zie je nog. Het was zo mooi. Oh my god, ik ben zo speechy. Het was zo gaaf. Hallo allemaal. Het is inmiddels weer de volgende dag. En ik sta op dit moment nog in Parijs. En ik ben vlakbij het plein van de opera, of hoe ze dat hier ook maar mogen noemen. We zijn naar een super groot winkelcentrum geweest. Daar heb ik een hele leuke trui en een t-shirt gekocht. Wat ik jullie straks allemaal ga laten zien. Het is inmiddels wel 4:30. En wij gaan rond 6 uur terugrijden naar Nederland. Maar als eerst check nog steeds hier een leuke kerstsfeer. Overal in heel Parijs is nog een super leuke kerstsfeer. Wij staan hier met z'n allen. En we gaan nog even een heel ander mooi winkelcentrum in. Om nog even te kijken of ze wat andere leuke dingen hebben. Gisternacht om 2 uur zijn we teruggekomen vanuit Parijs. Ik heb vanochtend lekker uitgeslapen en het is nu echt al iets van 2 uur 's middags of zo. Maar ik ben weer lekker fit. Ik heb net ook al mijn koffers uitgepakt. Allemaal koffers, dat zeg ik een beetje verkeerd, want het was maar 1 koffer. Maar ik heb alles uitgepakt. Ik heb weer even wat beelden teruggekeken van de vlog. En volgens mij is het allemaal heel erg leuk geworden. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze vlog. Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren. En tot de volgende vlog. Doei doei!